In het kader van Valentijn heeft de organisatie Doorbraak een huwelijksconferentie gehouden, Marriage Still Lives in Suriname. De conferentie is afgelopen zondag van start gegaan in Aceba Otono en wordt vandaag afgesloten met een diner voor de gehuwden en koppels die hebben deelgenomen. Volgens José en Eurydice Gaspar, oprichters van Doorbraak, zal de conferentie bediend worden door James Gilkes en psalmist Jorette Gilkes uit Barbados. Deze conferentie die wordt in feite georganiseerd omdat de statistieken ons uitwijzen dat heel veel huwelijken stranden. En ik haal altijd het voorbeeld aan. Alles wat we willen bereiken in het leven, daarvoor gaan we naar school en volgen we lessen en studies, et cetera. Maar zoiets belangrijks als relaties en huwelijken, eigenlijk laat men je los en je moet het zelf maar uitzoeken. En we merken dus dat er behoefte is bij veel mensen om toch wat tools mee te krijgen. Het gros van de mensen wil er iets goeds van maken, maar loopt tegen zaken aan en ze weten niet zo goed hoe ze daarmee moeten omgaan. En zo'n conferentie die helpt daarbij om de mensen die tools te geven. Het doel van deze conferentie is om relaties te verstevigen, om ze een betere basis te geven, waar ze eigenlijk van uitgaan wanneer ze met elkaar bezig zijn in een relatie, zodat dat ook doorwerkt naar de gezinnen en zo ook door in de gemeenschappen. Maar ook mensen die niet in een relatie zijn, nog zijn uitgenodigd, of mensen die gescheiden zijn, zodat zij een fundament hebben waarop ze verder kunnen bouwen straks. José en Eurydice Gaspar, oprichters van Doorbraak. Onze nieuwsdienst sprak het echtpaar vanmorgen over de huwelijksconferentie.